Vandaag zijn we hier op Hockeyclub Rotterdam. En we vieren hier de derde Life Skills Dag. Samen organiseren we dat met ABN AMRO. En het thema van vandaag is Be a Role Model. Dat vinden we natuurlijk een heel belangrijk thema, omdat scholarshippers en sportleiders een rolmodel zijn in de wijk voor de kinderen die komen spelen op de Krajicek Playgrounds. En hoe beter dat rolmodel is, hoe beter dat ook weer voor de kinderen is en hoe meer ze daarvan op kunnen steken en kunnen meenemen in hun eigen leven. Ik vind dat ik een rolmodel ben omdat kinderen en ook jeugd tegen me opkijken. En daarbij is het belangrijk dat je dus dan weet wat je aan het doen bent, hoe je gedraagt en wat je zegt. Eerst denk je van, nou weet je, ben ik wel een rolmodel? En als je dan diep op ingaat en wat is een rolmodel? Wat willen anderen weten? Wat zien anderen als een rolmodel? Dat je dan toch wel heel dicht in de buurt komt. Door de dingen die je doet, kunnen hele kleine dingen zijn, kun je toch een rolmodel zijn. En dat is best wel eye-opening. Ik ben weer bewust geworden van dat we continu bezig moeten zijn met zelf verbeteren. En daardoor kan je ook weer kinderen beter laten sporten en veel meer laten genieten op de pleintjes. En het is voor mij elke keer weer een bewustwording. Zo'n dag van Krajicek is natuurlijk erg goed dat dat er is. Voor mij op zich is sporten sowieso natuurlijk hartstikke belangrijk. En dan dat ik het door kan geven en dat zich zeg maar als een mooie olievlek verspreidt, dat is goed om te zien. En ik denk dat dit soort dagen daar enorm aan bijdragen en dat alleen maar goed is dat dit gebeurt. Het is natuurlijk fantastisch om wat te kunnen betekenen voor de scholarships. Mijn bijdrage zal waarschijnlijk miniem zijn, maar als dat minieme ook kan leiden tot iets heel groots, dan is mijn missie al geslaagd. We hebben een heel mooi programma gehad vandaag. Het is een win-win situatie. De scholarshippers zijn blij, de sportleiders zijn blij, maar ook de vrijwilligers die allemaal meegedaan hebben namens Richard Krajicek en de ABN AMRO Bank. En we gaan gewoon weer op voor het volgende jaar.